En er was één heel specifiek inzicht wat zoveel bij me shiftte. En ik weet niet eens meer waar ik het heb gehoord. Maar ik dacht altijd van, geld komt van mensen. Weet je, jij geeft me geld, jij geeft me geld. Of Bob die heeft een salaris, dus dan komt dat via hem. Of mijn schoonouders gaven ons geld. Dus ik dacht altijd, het komt van die mensen naar mij toe. En als dat dan van buiten mij afkwam en ik heb die overtuiging, dan betekent het ook dat ik de overtuiging heb dat ik er geen invloed op heb. Dus dat ik afhankelijk ben. Dus dat ik aan het kijken ben van, ja, waar komt dat geld vandaan? Of waar zou dat geld dit keer vandaan komen? En ook, wat moet ik ervoor doen? Welke verwachtingen komen erbij? Weet je, wat moet ik er in ruil voor doen? En toen zei iemand ooit, ja, maar dat geld komt niet van die mensen. Dat geld komt van jouw bron via die mensen. En dat shifte zoveel voor me. Want dan hoef ik dus niet naar jou te kijken voor mijn geld. Maar dan hoef ik alleen maar naar mij te kijken. En dan, wat is er in mij wat maakt dat ik wel of geen geld van jou kan ontvangen? En van hoeveel mensen kan ik dan geld ontvangen? En hoeveel geld kan ik dan ontvangen van hoeveel mensen? En wat moet ik daarvoor doen? En dat maakte het zoveel makkelijker, want dat haalde een hele hoop afhankelijkheid weg. En dat vergrootte mijn creatiekracht echt enorm. En dat gaf me heel veel ruimte om te denken, oh, maar wacht even. Dan kan ik dus heel veel zelf kiezen. Want als ik dus beslis dat ik 2 keer zoveel wil verdienen, dan ben ik helemaal niet, ik ben van niemand afhankelijk. En er zit ook helemaal geen voorwaarden aan gekoppeld. Ik hoef alleen maar te kiezen in mezelf dat ik dat geld kan ontvangen, dat ik het wil ontvangen, dat ik het waard ben, dat ik het mag ontvangen en dat het goed is. Dus dat is waar ik aan moet werken. En vanaf dat moment, en het is een reis, hè, want het is niet zo van, oh, dat was 1 dag en toen had ik het door. En toen viel alles op zijn plek en toen hoefde ik er nooit meer wat voor te doen. Ja, zo, dat is het totaal niet, want kijk, daarom vind ik geld ook zo mooi. Het is een voor mij een heel groot spiritueel hulpmiddel. Want als ik naar de volgende fase wil gaan in mijn groei, en stel ik wil nou denken, oh, hè, ik wil, hè, toen Damien er een nulletje achter gooide, en ik dacht op, mijn 2 miljoen werd opeens 20 miljoen, dacht ik, oké. Maar dat is interessant, want wie moet ik zijn om dat bedrag te ontvangen? Wat voor waarde moet ik in de wereld zetten? Hoe zichtbaar laat ik mezelf zijn? Weet je, hoe groot mag mijn energie reiken? Hoeveel mensen mag ik bereiken? En ik merk nog heel vaak, dan zit er een soort van rem op. Want ja, hè, dat vertelde ik natuurlijk gisteren al wat over. Van, oh, dan hebben mensen er een oordeel over. En zoveel heb ik toch echt niet nodig. En nu werkt het ook al wel aardig, weet je. Maar ja, dan is daar gewoon dat hele grote doel. En dat heeft ook helemaal geen fuck te maken met het geld. Want ik zei laatst van een paar keer gezegd van, dat is mijn doel om in de quote 500 te komen. Dat heeft geen fuck te maken met dat geld. Het heeft ook geen fuck te maken met status. Het heeft te maken met dat ik gewoon zo niet kan verzinnen wat voor persoon ik moet zijn met zo'n bedrijf. Of wat voor bedrijven daarbij moeten komen. Of hoe groot mijn bereik daar wel niet voor moet zijn. Ik kan daar niet eens over na gaan denken. Dus dat gaat me zo ver laten groeien. En die groei is de winst, weet je. Dat gaat een compleet ander persoon van me maken. Niet dat ik niet, want ik ga niet een heel ander persoon worden, want ik ben gewoon nog steeds diezelfde als 10 jaar geleden. Maar wel met compleet nieuwe inzichten. Ik kan zoveel meer ontvangen. Ik sta zoveel meer open voor mensen. En een paar jaar geleden, ik was echt bang voor mensen. En ik ben het nog wel eens. Ik merk nog wel eens dat mijn muren omhoog gaan. Weet je, dat ik niet kan ontvangen wat mensen me willen komen brengen.
En ik merk dat als ik bang ben voor mensen, of ik ben bang voor hun oordeel of voor hun energie, dan kan ik hier niet zitten. Dus het is, voor mij is het gewoon zo'n kwestie, oh, ik kan mensen ontvangen. Ik kan hun energie ontvangen, ik kan hun liefde ontvangen. En ik kan gewoon bij ze zijn en ik kan me daar relaxed bij voelen. Want als je dat niet hebt, dan wil je gewoon nooit meer bijvoorbeeld zo'n event geven. Want dat gaat zo stressvol voor je zijn, dat ga je niet trekken. Maar dat zie ik wel bij heel veel mensen. Ze vertrouwen mensen niet, ze vinden mensen eng, ze houden mensen op afstand. Want ja, we zijn allemaal gekwetst in ons leven, toch? En vaak ook een heleboel keren. Een heleboel keren zijn er mensen langsgekomen en die vonden ons niet goed genoeg of niet aardig genoeg. En die hadden een oordeel of een mening of die probeerden je te veranderen. En die namen je niet voor wie je bent. En dat is pijnlijk. En dan creëer je een bepaalde angst voor mensen en dan probeer je jezelf te beschermen. Maar op het moment dat je dat doet, hou je ook dat geld uit je leven. En dat is allemaal bewustzijn. Het heeft aan de ene kant geen flikker met geld te maken, maar het is allemaal nodig om geld toe te kunnen laten. En aan het einde van de dag heeft het te maken met vrij zijn. Weet je, hoe lang is het nog oké om ons op te offeren? Hoe lang is het nog oké om niet al je talenten in de wereld te zetten? Hoe lang is het nog oké om samen te werken met mensen of mensen op wat voor manier dan ook in je leven toe te laten die er niet voor je zijn en die je niet steunen?